Wat zijn de boeken die het meeste impact op jou gehad hebben? Met een maximum van 3. Een maximum van 3, dat is goed dat je dat even erbij geeft. Het eerste boek is een boek dat ik net heb vernoemd in mijn talk. Dat is Radical Candor van Kim Scott. Dat is een managementboek en voor mij een enorm grote openbaring van hoe je gedragsverandering in de praktijk brengt en hoe je vooral in een corporate wereld verandering aanbrengt en omgaat met de problemen en de moeilijkheden die elke manager heeft. En daarnaast wil ik ook nog een aantal andere boeken geven die niet management gerelateerd zijn. Te beginnen met literatuur. Thomas Mann, De Dood in Venetië, Der Tod in Venedig, is mijn live boek, om het zo maar te zeggen, omdat ik heb literatuur gestudeerd en theater. En toen ik dat boek las, snapte ik plots waarom. Dus dat is wel zo mooi. Waarom? Waarom? Omdat het gaat om schoonheid. En waarom schoonheid nu zo belangrijk is in het leven. En kiezen voor schoonheid is een soort hele bewuste manier om je te verzetten tegen banaliteit. En ik denk dat dat heel erg resoneert met waar ik voor sta. En het laatste is een spiritueel boek, waarvan ik enkel de eerste helft heb gelezen, want dat was het meest interessante. Dat is The Four Agreements, de vier inzichten van Ene Ruiz, ik ken de man verder niet. Is een van de, denk ik, in de spirituele sector een van de grote bestsellers. Maar die Four Agreements die hebben mij enorm geholpen om zowel in het persoonlijke als in het zakelijke leven een beter mens te zijn. Het eerste boek wat je noemde, wat is je grootste takeaway als manager die gedragsverandering probeert te veroorzaken? De grootste takeaway en tevens de beste sales pitch van het boek is: het eerste hoofdstuk las alsof het mijn biografie was. Ik ben goed in mijn job, ik word benoemd tot manager en ik heb geen idee wat ik moet doen. Daar gaat het boek in het begin over. En zo neemt het boek je bij de hand om dan te vertellen wat je dan wel kan doen. Wat is een habit die je hebt ontwikkeld in de laatste 5 jaar waar je het meest aan hebt gehad? Ik heb niet in de laatste 5 jaar een habit ontwikkeld, ik heb het laatste jaar een habit ontwikkeld. En dat is een 5 minuten durende workout die ik doe. Het eerste wat ik doe, voor ik naar het toilet ga zelfs. En zo begint elke dag met een overwinning. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Het beste advies dat ik ooit heb gekregen, ik verwijs terug naar het boek dat ik net vernoemde, De Vier Inzichten, de Four Agreements. En op die manier is makkelijk dus 4 tips in dit antwoord. Het eerste is: be impeccable with your word. Het tweede is: do not take anything personal. De derde is: always do your best. En de vierde: do not make assumptions. En met name die laatste, dat is een tip waar ik mezelf elke dag een keer of 6 aan moet herinneren. Dat was mijn volgende vraag. Welke is het moeilijkst om jezelf uit te voeren? Ze zijn allemaal moeilijk. Maar assumptions maken wij in onze maatschappij echt eigenlijk gewoon constant. Dus ik denk dat dat de moeilijkste is om echt in de praktijk te brengen. Wat ziet waarin jij gelooft, wat tegengesteld is aan wat de meeste mensen geloven? Well, er is wel wat, denk ik. Maar het belangrijkste is, denk ik, ik ben klaar met de pampermaatschappij. En we hebben al generatie X en generatie Z gehad. En mijn voorspelling is dat er nu een generatie aankomt die ik de generatie megawattjes wil noemen. Ik denk niet dat dat goed is voor deze wereld. Het is niet erg om af en toe hard ergens tegen in te gaan, om dingen te benoemen zoals ze zijn. En dat probeer ik ook uit te stralen naar mijn prachtige, fantastische, lieve kinderen en ook bij Sony Music. Je had het dus straks over hoe je een purpose over de bühne brengt, waarin je heel mooi zei, je kunt roepen, ja, ik heb een boek gelezen en ik maak een slide deck, maar jij kiest ervoor om het te doen en niet te zeggen. En daarin praat je over de head of people, wat een persoon is die dat bij jullie toepast. Hoe heb je dat geïntroduceerd bij de mensen bij Sony? Hoe heb je dat verteld? Wel, ik heb dat verteld door het in onze woorden te zeggen. Ik heb gezegd dat wij een A&R manager gingen aannemen voor onze mensen. En dan begreep iedereen, van voor tot achter, wat ik daarmee bedoelde. Iemand die met het talent aan de slag gaat, want dat is wat een A&R manager doet. En ja, wat ik ook in mijn talk net vertelde, dat heeft zo'n impact gemaakt. Alleen al het aankondigen van die rol. En ook de dame die deze rol doet. De impact die zij op een jaar tijd heeft gemaakt in het bedrijf is fenomenaal. Kan je een voorbeeld noemen? Iets wat je het meest is bijgebleven? Mensen gaan vliegen. En met name mensen gaan plots met hun werkgever praten over hun dromen. Er komen hele verrassende dingen uit. En ik heb dit, ik zal het maar gewoon zeggen, ik heb dit exact gepikt uit het boek Radical Candor van Kim Scott. Je moet de dromen van de mensen kennen om het juiste te kunnen doen met je mensen.
En die droom die kan van alles zijn. En die, wat die droom in ieder geval niet is, is wat ik denk wat de droom is van mensen. En wat je nu bijvoorbeeld al hebt, zei, er is iemand die nu, onze finance manager, die fantastisch goed is, die werkt sinds vorige week bij Sony Music in Denemarken, omdat het haar droom was om ooit in Kopenhagen te leven. En op die manier kunnen wij heel makkelijk bijdragen aan het realiseren van de droom van onze mensen en worden wij een bedrijf dat dus een droomfabriek is.